Welkom bij deze tweede les uit de serie voor slagritmes. Deze serie is een onderdeel van alle gratis online gitaarlessen van mijn website. Net heb je, als het goed is, geleerd om elke keer op te tellen in een vierkwartsmaat, dus bij een maat waar vier tellen in zitten, om elke keer op te tellen een slag te doen. Dat klonk als volgt. 1, 2, 3, 4. Nu gaan we hem ietsje moeilijker maken. Eigenlijk nog niet moeilijk, maar wel een stapje verder. En dat is het volgende. Op de tweede en op de vierde tel gaat mijn hand niet alleen die kant op, maar ook terug de snaren aanraken. En dat klinkt dan als volgt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. We gaan gauw inzoomen, zodat je precies kan zien wat ik met mijn rechterhand doe. En voor de duidelijkheid nog even een keer, ik deed met links een E-minor akkoord. Dus als je mee wil gaan spelen en het klinkt anders, check dan even of je het E-minor akkoord wel te pakken had. Oké, de close-up van de tweede slagritme. Op de tweede en op de vierde tel gaan we niet alleen die kant op, maar ook naar boven. En dan tel ik als volgt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oké, komt ie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ik doe het nu met mijn duim, maar ik kan ook mijn vinger aanslaan of met een plectrum. Dat maakt niet zo heel veel uit. Dan ziet het als volgt uit. 3, 4. 1, 2. Nog een klein beetje bijdraaien, dan zie je precies waar ik de snaren wel en niet aanraak. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Zie je, op deze manier is het makkelijk te doen. Oefen het goed, wissel ook met links even met wat akkoorden erbij. Dan zul je zien dat op een gegeven moment die twee dingen goed gecombineerd gaan worden. Vind je dit makkelijk, dan doen we zometeen nog een les. Daar wordt bij de vierkwartsmaat het ritme nog weer eventjes wat anders. Maar dat moet ook wel te doen zijn. En dan zie ik je dus graag weer terug bij mijn volgende gratis online gitaarles.